Welkom bij deze workshop Mentaal Fit achter het schaakbord door Paul van der Sterren en Annemarie Benschop. Ik vind het erg leuk om dit een keer te organiseren bij schaakvereniging CAISA, hier dan in het Max Euwe Centrum. Bij mijn weten is het de eerste keer dat er een dergelijke training wordt georganiseerd, althans bij CAISA. Zelf denk ik dat het erg interessant kan worden. Mentale aspecten zijn toch volgens mij vrij onderbelicht. Bij veel trainingen, dan wel schaaktrainingen, waarin het meestal gaat over stellingen uit de Nijdoor variant van Siciliaans of meer schaaktechnische aspecten. In de tijd dat ik zelf speelde en ook trainingen kreeg, was er eigenlijk nooit aandacht voor de mentale kant in het spel en in je wedstrijd houding, zullen we maar zeggen. En ik besefte mij dat ik daar zelf best veel aan had kunnen hebben als dat er geweest was. En zo kwam ik eigenlijk op het idee om in de schaakwereld eens te gaan kijken van nou, wat gebeurt er op het gebied van mentale training en coaching. En nou, heel weinig, denk ik. Ik las daar eens wat recensies over en toen dacht ik, god, dat is interessant. Want, en toen kocht ik het en toen wist ik het zeker. Paul die schrijft ook over juist die mentale kant. Er zijn vast mensen die hier zitten die al gelezen hebben in Pauls boek. En anders, nou ja, hè, achterin zijn de boeken te koop. Dus je kan meteen dat boek aanschaffen als je wil. Nou, misschien alleen maar even over dat boek. Dat ik zelf ook eigenlijk meteen verbaasd stond hoe de reacties, hoe iedereen noemde het zo openhartig en eerlijk en dat zo ongewoon was. En dat trof mij eigenlijk, want ik had helemaal niet het idee dat ik een openhartig, eerlijk of in dat opzicht bijzonder boek geschreven had. Ik heb gewoon op willen schrijven hoe ik het allemaal beleefd heb en hoe ik erop teruggekeken heb, hoe ik er nu op terugkijk. En eigenlijk dan die mentale aspecten die in het schaken thuishoren. En hoe beïnvloeden ze dan eigenlijk je spel? Dus een stukje ontdekking zul maar zeggen. En het is natuurlijk het leukste als je dat ook aan je eigen ervaringen kunt relateren. Dus we gaan, of jullie gaan ook vanavond aan de slag. Jullie gaan een stelling uitspelen en dat is een ervaring die we dan meteen gaan gebruiken om te hebben over welke mentale aspecten zitten daar nou aan vast. Vanavond krijg je dus ook gewoon een aantal tips of hulpmiddelen aangereikt die als je dat interessant vindt, die je eigenlijk mee kan nemen en waar je later dus nog eens mee verder kan. Om te kijken van hey, hoe zit het bij mij en hoe kan ik mezelf een stapje verder brengen. Wie herkent dit? Ik. Vertel. Vertel. Nou ja, heb je dat wel eens ervaren? Nou, eigenlijk is het meer een soort van neerslag van 10 jaar ervaring met wedstrijdschaken. Ja. Voor mij. Ja. Ja, in de periodes dat ik het liefst wil winnen, ben ik het meest kwetsbaar, mentaal. Ja, herkenbaar. Ja, zeker. En nog iemand? Of iemand die zegt, ja, dit herken ik echt helemaal niet? Nou, ik zie er niet eens voor de lange termijn in. Voor één partij weet ik niet zeker. Als je daar heel erg gefocust bent, ik wil deze partij winnen, ik denk dat dat best wel goed zou kunnen aflopen. Mm-hmm. Maar lange termijn, als je alleen maar bezig bent met winnen, dan gaat het waarschijnlijk niet goed. Mm-hmm. Ja, en ik heb wel, als ik vaak zoiets heb van kom, we gaan gewoon lekker schakelen, dat ik vaak prima score. Ja, even kijken, dan kun je, zeg maar, de beste zetten blijven vinden. Maar wat er vaak gebeurt bij resultaatgerichtheid, is dat het je denken gaat kleuren. Hè, bijvoorbeeld, hè, je speelt tegen iemand met 100 of 200 ratingpunten minder. En je zou kunnen denken, nou, daar moet ik van winnen. Ik wou even vertellen dat ik
Nou ja, gewoon als schaker ook, laten we zeggen, net als de meeste mensen, simpelweg met paard F7, met een Nidor variant, D3, D4 en zo natuurlijk, altijd bezig ben geweest. Maar dat ik een heel duidelijk en scherp omlijnd keerpunt heb gehad in mijn denken over de mentale aspecten van het schaken. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Ik zal het nu even niet laten zien. Dat is mijn partij geweest tegen John Nunn op de Olympiade in Thessaloniki 1988. Want ja, goed. Dat weet ik eigenlijk niet meer precies waarom ik niet naar een psycholoog of wat dan ook wilde. Maar toch is het geheel, de partij plus dit incident, is een enorm keerpunt geweest voor me. Daarna heb ik een boek gekocht wat toen tamelijk populair was van Duitse sportpsycholoog Reinhard Münzer, geloof ik. Het heet gewoon Schachpsychologie, het is nu alleen nog antiquarisch te krijgen. Ik zag dat het op internet werd aangeprezen als dat het aanbevolen wordt voor 15 tot 99 jaar. Wat dus blijkbaar impliceert dat je nooit te oud bent om aan schachpsychologie te gaan werken. Maar goed, in ieder geval, vanaf dat moment nam ik dat gewoon op in mijn, laten we zeggen, in mijn schaakfunctioneren. En ja, wat er toen gebeurde, dat is echt heel kras. Binnen een half jaar haalde ik 3 grootmeesterresultaten en had ik de titel binnen.